Na de wedstrijd VVOG tegen Sportlust staan we met assistenttrainer Jeffrey Vlug. Jeffrey, vandaag de honneurs waarnemen van onze trainer. Terugkijkend naar de wedstrijd. Is dit een wedstrijd van drie pingels of was dit meer? Nou, het was wel iets meer dan dat, denk ik. Hoewel, we hebben natuurlijk vrij weinig kansen weggegeven. Hè? Ik denk dat we redelijk dominant waren aan de bal. En buiten de drie pingels moeten we natuurlijk sowieso nog een goaltje of 3-4 maken. Hè? Dus de keeper haalt een paar hele goede ballen eruit. En we zijn wat slordig in de afronding, de tweede helft. Maar goed, de drie puntjes tellen natuurlijk. Ja, Sportlust maakt de keeper van VVOG sterk. Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat de jongens graag willen scoren, hoor. Dus dat kan ik me niet voorstellen. Maar goed, het mag allemaal iets meer finesse bij zitten. Je speelt je eerste wedstrijd weer na de bekerwedstrijd tegen FC Utrecht. Is het dan moeilijk om weer om te schakelen naar de competitie? Nee, er zat wat ruimte tussen. Dus we hebben lekker een vrij weekend gehad met elkaar. We missen natuurlijk wel een aantal spelers. Maar goed, we hadden 15, 16 fitte jongens die graag aan de slag wilden. Dus dat is voor dit elftal eigenlijk nooit een probleem. Nee. Kijkend naar het resultaat van deze wedstrijd. Winnen is altijd goed. Blijf lekker meedoen bovenin de top van de derde divisie. Dat is het belangrijkste, toch? Ja, dat is wat we graag willen. Hè. We willen graag meedoen bovenin, liefst zo lang mogelijk. Dus de plek waar we nu staan is natuurlijk uitstekend. En dat gaan we proberen uit te bouwen. Dominant aanwezig zijn in een wedstrijd. En dat is wat we vandaag gedaan hebben en gezien hebben. Dat is precies wat we gezien hebben, wat we gedaan hebben. Kan misschien nog wat beter allemaal, maar daar werken we hard aan. Lekker doorgaan zo. En volgende week zien we elkaar weer thuis tegen ASWA. Komt goed. Goed weekend. Yo.